Hey, yo kijkers, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Jordi en wij doen weer Duelcraft, toch Jordi? Inderdaad, dat klopt. Het kan zijn dat Ronalds audio weer verkrekt klinkt, maar dat komt omdat hij aan het uploaden is. Ja, ik kan er niks aan doen. Jullie willen 3 video's per dag, wel dus zullen jullie met deze audio onder Jordi's video's moeten doen. GG. En ja, er is misschien nog wel wat andere rotzooi aan de hand bij mij thuis op het internet, dus ja. Maar eens even kijken, ik had hier een idee om zeg maar een soort farm te maken, zeg Oh, maar. wacht, ik zal even naar je TP'en. Kijk, dan kunnen we hier zeg maar een soort farm maken. Dan komt hier zo de deur. En dan kunnen wij zeg maar aan deze hele kant kunnen we zeg maar wheat doen. En dan kunnen we aan deze kant, weet ik veel, bijvoorbeeld iets van pumpkins en melons doen. En dan kunnen we het net zo lang maken als we willen Oké, eigenlijk. dan haal ik even een schep op en dan help ik me. Ja, is goed. En we hebben ook nog wat dirt en zo en wood nodig en Moet al ik dat nog wat soort. dirt meenemen dan? Huh? Moet ik ook nog wat dirt Ja, oh meenemen? nee, ik heb nog wel wat dirt hier en daar, dus ja. Nee, want anders heb ik hier ook nog wat dirt. Oh ja, by the way, we zijn erg opgeschoten met dit hele gedonder hier, dus ja. En oh ja, by the Nou, of. way, hierachter zit de mob spawner en daar gaan we een kamer maken. Dat gaan we denk ik in de volgende episode doen. Maar we hebben eerst food nodig, want ja, het eten raakt een beetje op. Toch, Jordi? Ja, inderdaad. Dus ik ga nu even slapen, want het is nacht. Ja, oké. Oké. Een Zo. schep. Heb ik zojuist een ho? Ik heb een ho gemaakt. Ik maak wel even een Ik heb, iron ja, schep. een hoe heb ik ook nodig. Ik Mag mag ik ook ook nog een even iron een. schep maken? Ja, natuurlijk, we hebben genoeg iron, dus dat kan allemaal. Oké. Nice. Wat de fuck, dikke. Oké. Doen we dat weer allemaal in de chest. Zo, en dan ga ik naar Ronaldje toe. Echt alles bij de chest zit er bijna helemaal vol met junk. Zo. Level 32 al. Welk level ben jij, Jordi? Ik ben nog steeds Oh 24. my god, background noise. Bijna in 25. Volgens mij hebben we er nog stofzorg mee op de achtergrond. Ik weet niet of je het hoort, maar. Zo ja, dit hoor je Nee, wel, denk nee, ik. ik hoor het niet. Niet die slijptol hier! Wat? Godsamme! Wat begint er? Moet je luisteren. Ik hoor het, ja. Dit is een mongool met een slijptol bezig. Nee, niet weghalen. Oh, sorry, sorry, sorry. Het hoeft nog niet. Vanaf hier mag je alles weghalen. En dat moet Oh. maar liefst 4 breed. Wow, Jezus. Ronald. Ja, sorry Jordi. Kerel met Niet slijptol, slapen. hou op. Ik vind dit niet leuk. Waarom moet dat bij opnames gebeuren dan? Ja, ik Moet de weet het grond ook ook niet. weg gedingest worden? Nee, we moeten eerst maar eens even die hele kamer gaan uitmijnen. Oh, oké, okay. Nu hoor ik, nu begin ik weer ook aan irritatie. Te aan irritatie. Het heeft geen zin om mijn raam dicht te doen. Het heeft echt gewoon geen zin. Oh. Doet me denken aan die ene dual, andere dual survival. Oh ja, Dual Survival. Dat was de eerste OG. Ja, Dual Survival. Dat Ja, toen was. was er ook zoiets, toch? Jij was ook zo begonnen met de slijptol de hele dag. Oh En mijn ik woon god. niet in die nieuwe bouwwerk. Ik woon in zo'n oud wijk en er zijn allemaal mensen met slijptollen hier en dramatisch gewoon. Gewoon Wacht even, Jordi. dramatisch. We gaan het even anders aanpakken. Ga je met mij? Ik ben zo terug. Oké, wat ga je doen dan? Ja, ik moet even kijken of we genoeg daarvan hebben. Ah, oeh, mooi zo. Kerel. Wat is het is zondag vandaag, hè? Ja, Die weet ik. Mongool die gaat ook gewoon alleen maar door en door. Die denkt, ja, fuck it, het is zondag, maar ja. Dat boeit ons Zondag is niet. werkdag. Voor Nee, sommige dat soort mensen. volk wel, ja. Nou, hup, maak het. Oh. Lek. Heb je bij het craften ook lek? Bij het kreften lijken heb jij ja, wel een beetje, ja. Ja, ik ook. Dat Ah, is kijk eens aan. fucking kut. Nee, wacht, ik wil niet dat dit wordt opgeblazen. Hebben Hoor ik wij nou? nog. Nee, even kijken, hebben wij nog dit? Ja! En waarom is die boer zo verneukt? Komt door de ijssteen, denk Komt door de ijsthee. ik. Ja. Zo. Mythbusters manier. Wat? We even weggaan, Jordi.
Zo. Hierom. Jemig Ronald. Ja, emu pik. Oké, okay, ja, zo gaat het was nou kapot, hè? Yes. Maar wat gaat hij doen? Denk ik! Oh, jemig! Zo, dat ruimt op. Kijk eens even. Zo. Holy shit, dat werkt echt. Kijk dan. Het is gewoon... We hebben gewoon een ruimte hier. Ja. Kijk eens hoe nice dit is. Dit gaan we even meer gebruiken, Jordi. Ja, TNT, zeker ja. Weten. TNT, jongen. Kijk, we zullen dit wel een beetje weer fatsoenlijk moeten maken, maar dat... Kijk, we pluggen gewoon torches in en dan vullen we het gewoon weer op, zo. Ik ga even naar boven om wat torches te maken. Oh, juist goed. Of heb jij nog torches genoeg? Nee, ik heb ook nog maar 10 torches. Alleen moet ik wel even kijken of er kool in de dingen zit. 24 kool. Alleen nog hout nodig. Hebben we niet meer torches dan? Nee, ik niet, nee. Dan moet je überhaupt gewoon niet meer in de chest of zo. Weet ik niet. Nee. Maar ik ga nu gewoon torches maken, dus fuck it. Ja, zo goed. Kool kunnen we hier toch mijnen, dus wat dat betreft. Ja, inderdaad. Zo, 33 torches heb ik nu. Oké, dat is mooi. En nogmaals 64, dus komt wel goed uit. En dan geef ik jou ook even wat toortjes. Ronald. Ja? Dan doe ik even zo. Ronald, waar ben je? Hier achter je. Kijk, hier Ronald, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Oh, dankjewel. Kijk, dit laatste stukje moet nog weg en dan kunnen we beginnen met de layout voor de verschillende zooi allemaal. We gaan binnenkort ook even op zoek naar binnen het mineshaft. Oh, die hadden we al gevonden, hè? Ja, dat klopt. Ja, we hadden binnen het mineshaft gevonden. We hebben nog niet echt iets ontdekt, maar we willen eerst even een farmpje maken, want we hebben geen eten meer, zowat. Dus ja. Ja. Zou ik anders straks nog even... Nee, shush, dat hoeft allemaal niet weg. Oh! Ja, 1, 2, dus even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Ik zie nu even te kijken hoor, want... Even kijken, want... hier komt allemaal water. Waar is mijn... Oh, daar is mijn schep. Hier komt water. Dan moeten we even gaan kijken, want ik wil ook een melon en pumpkin farm hebben namelijk. Ik ga even wat zooi in de chest doen als je dat niet erg vindt. Nee, is prima. Even kijken, dan kunnen we hier water doen in principe. En dan zouden we... Even kijken. Ik plaats hier even een crafting table neer. Ja, is prima. Even kijken, dan kunnen we hier zo die melon mooi doen zo. Ja, sorry. Dan kunnen we hier die melon zo doen. Even kijken, dan heb jij nog dirt bij je? Oh, ik haal wel even dirt. Ja, is goed. Want ik had wel een heel leuk idee voor een farmpje. Kijk, ik heb wat voor dirt. Voor een farmpje? Oh, hoeveel dirt wil je hebben dan? Weet ik veel, 2 stacks of zo. Oké, dan heb ik dat nu. Godsamme. Ronald, alsjeblieft en alsjeblieft. Dankjewel, Jordi. Even kijken, zooi in principe, dacht ik. Alleen er is er één probleem. Want... Oh nee, wacht. Aha, ik heb al wat. Ik heb al wat. Wat we hier kunnen maken, Jordi. Dit wordt ideaal. Ja, wordt het ideaal? Ideaal. Moeten we even kijken, want dan kunnen we hier een sugarcane... Oh, mijn pikkertjes zijn een pot, lol. Kijk, Jordi, kunnen we hier een sugarcane farm beginnen? Ja, ik ga even mijn... Een nieuwe pickaxe maken, gezien deze bijna kapot is. Ja, is prima. Ga ik altijd even bezig met het uitmijnen van de sugarcane. Boven ligt ook wel waarschijnlijk iron. Ik ben wel niet symmetrisch helemaal, maar ach, oh, boeit het. Stomme vlieg, ga eens weg jij. Je zit op mijn hand. Stomme vlieg, weg jij. Kijk, zoiets of zo, dan wordt dit een sugarcane farm. We kunnen er nog wel een beetje extra lang. Nou ja, ik wil het eigenlijk niet echt langer maken, want ik vind dit wel breed. Nou, dan maken we er nog wel één bij, zo dan hebben we genoeg sugarcane, denk ik. Sugarcane groeit heel snel, dus... Ja. Ja, ik heb nog wat boeken, dus... Oh kut, ik heb nog één iron ding nodig, lol. Ding space dan zal die, als je het wil craften. Ja, dan zie je het op een of andere rare reden niet, wat is dat? Ja, ik weet het ook niet. Misschien wat nieuws, oh mijn jezus. Misschien wat nieuws van 1.6 of zo. Al die zooi in de chest. Ik denk dat het weer wat nieuws van 1.6 is of zo. I don't know. Ja.
Het zal mij niks verbazen, eerlijk gezegd. Nou, dan mogen ze die bug wel snel fixen. Hoe lang zijn we al bezig, Jordi? 10 minuten en 24, 25 seconden. Ja, is goed. Ik wil die video's niet te lang maken, namelijk, want ik ren er nou tegenwoordig in MP4. Omdat mijn kwaliteit dat duurt wat langer, hè? Ja, omdat mijn kwaliteit daar beter wordt. Het duurt langer om te uploaden en renderen, maakt me niet zo heel veel uit. Maar het is gewoon het heeft gewoon betere kwaliteit, heb ik gemerkt. Ik upload het dan echt fucking full. Geweldig! Ook nog een droger erbij. Lekker, zo ga ik dit noemen. Background noise. Waarom plaats ik een cobblestone? Moet ik ook weer wat zand halen, Ronald? Nee, zand heb ik zat. Kijk, dan kun je hier sugarcane planten. Wat heb ik hiervan? Kijk, dan ja, dat is op komt zich hier wel... een pad. Ja, okay. Zullen dan de video op 12 minuten eindigen? Dat is nog 1 minuut. Nee, dat hoeft niet. Ik kan wel iets langer door. 15 minuten is wel max. Oké. Weg jij stom vliegding. Moet dit ook nog weghakken? Hebben we nog wood? Nou, dat hoeft niet echt per se weggehakt te worden. Maar hebben we nog wood? Ik zal eens even kijken. Nee, ik heb geen wood mee. Volgens mij zitten hier nog 2 stacks met planken in. I don't know. Even kijken. Oh my god, dat veel wood. Er zitten wel 10 stacks in, man. Oh my god. Oh jeetjes, wat hoor ik dan? Ja, allemaal background noise. Vooral met dat verkrekte geluid, is het nog verkrekter. Wat, met die zaag? Ja. Ja, erg, hè. Even kijken, kijk, dan wordt dit weed farm hier, dat wordt allemaal weed zo. Dit kun je allemaal in principe als je dit nou even van dirt maakt, zo, gewoon rij. Helemaal tot hier, dit moet je openlaten, want daar komt water in namelijk. Waarom moet ik het openlaten? Deze rij hier moet opengelaten worden, maar dit kun je hier allemaal zo... Dus dit waar gravel nu ligt, dan moet ik naar dirt... Nee. Dit zo, vanaf dit, zo. Zo, deze, die moet je helemaal doortrekken. Oké. Okay. Moet ik eerst dirt halen? Oh, wacht, ik heb nog wel een stack. Nou ja, laat ook maar. Oké. Okay. Ik ga mijn deur maar even dicht doen, want dit... Toch. Goh, en dan volg ik allemaal even. Mijn moeder met kleren hangen hier en alles. Ik ga er een bordje op hangen en niet storen, serieus. Niet storen. Ja, dat ga ik echt ophangen. Zo, nou, die kerel moet je slepen. Anders. Ja, zo, jammer dat je sommige mensen... Dit hoefde niet met dirt. Oh. Jij luistert ook niet echt per se goed of zo. Oh. Maar verder, Jordi, wat was dat? Nee, laat maar zitten. Nee, dan wil ik het weten ook. Nee. Gaat jou helemaal niks aan, meneer de Ronald. Oh, oké. Okay. Maar we zullen denk ik de volgende episode nog wel even bezig zijn hiermee. En dan gaan we de episode daarop gaan we denk ik wat met de cave dingen doen of zo. Ik wil sowieso nog wat met die mob spawnen gaan doen. Maar dat hoeft niet nu, in principe. Ja, maar dan kunnen we hier mooi de aflevering beëindigen. We nemen nu 13 minuten op. Ja, oké. Okay. Ik vind het wel een wel mooi om hier te eindigen dan dus. Ja. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer nog even op Ronald's kanaal en op mijn kanaal als dat nu had gedaan. En dan zien we jullie dat. Ja, laat er even een like achter, jongens. En ik ben gestopt met het like-doel hiermee. Want wel, de serie heeft zich wel bewezen, denk ik. En wel, abonneer nog even op Jordi's kanaal en op mijn kanaal natuurlijk. En wel, dan zien we jullie later. Dus ja, later mensen. Later.